Want een heel aantal bedrijven, non-profit instellingen, zelfstandigen, zijn niet voldoende geholpen met de reeds genomen maatregelen of hebben te maken met een heel aantal vaste kosten waarmee ze momenteel in de problemen komen. En voor hen is het heel belangrijk om snel kredieten te kunnen afsluiten. In deze economische moeilijke tijd is dat niet heel evident. En daarom dat die 50 miljard aan staatswaarborg belangrijk is.